Assalamu alaikum, dames en heren. Ik ben ziek en zit dus zielig thuis. Maar vannacht is er iets gebeurd waar ik nog veel en veel zieker van ben geworden. En daarom vond ik het belangrijk om een korte reactie te geven op wat er is gebeurd. En in deze korte reactie kom ik met een verklaring voor wat hier allemaal gaande is, waar misschien nog wel helemaal niemand aan heeft gedacht. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Dames en heren, de afgelopen dagen hebben we heel veel mediareacties gezien op de verschrikkelijke terreurdaden van Israël in de Gazastrook. Er zijn meer dan 1000, volgens mij zitten we nu al op 3000 Palestijnse doden gevallen. En de reactie in de media is nog steeds heel erg terughoudend. Er zijn al veel meer reacties en er zijn al veel meer geluiden die de waarheid durven te zeggen. Alleen heel veel politici en heel veel mensen die in het bestuurlijke apparaat zitten of daar ooit in hebben gezeten, zijn nog erg terughoudend in het veroordelen van deze grote terreurdaden van Israël. En dat komt ook omdat ze gewoon niet snappen hoe hun bondgenoot tot zoiets verschrikkelijks in staat is. Afgelopen nacht is er een ziekenhuis gebombardeerd met honderden onschuldige doden. Dit is niet goed te praten op geen enkele manier. En ja, leed met leed vergelijken hebben we het vaker over gehad. Moet dat kunnen, moet dat niet kunnen. Dit is echt wel vele, vele malen erger dan wat er in de afgelopen dagen is gebeurd. We zitten al op x-duizend doden. En dit is gewoon een oorlogsmisdaad ten top. Dit moeten we durven te zeggen. We moeten durven zeggen dat wat de dagen daarvoor gebeurde, vorige week gebeurde, inderdaad echt niet kan. Iedereen heeft het veroordeeld. En we moeten durven zeggen dat dit zeker niet kan. En helemaal niet van een land dat zoveel steun van ons krijgt. En die zich gesterkt voelt in deze misdaden, juist omdat ze zoveel steun van ons krijgen. Hoe kan het nou zijn dat ze hiertoe in staat zijn? Nu, ik was eerst, of nou ja, ik verbaas me elke keer weer over hoe we dat niet kunnen inzien. Maar in de afgelopen dagen heb ik ook vaker tv gekeken, vaker verschillende clips gekeken. En we zien inderdaad dat men volledig meegaat in de Israëlische argumentatie voor waarom ze dit doen. Ze zouden precisiebommen gebruiken, het zou wel eens een keer mis kunnen gaan, ze zouden waarschuwingen sturen. Allemaal dingen waardoor je inderdaad denkt van, nou ja, het is toch wel een redelijk sterk verhaal. En ook nu proberen ze weer dit verhaal op de een of andere manier goed te praten. En we zien hierin telkens eenzelfde soort lijn. En ik kom met iets waarvan ik me afvraag waarom nog heel weinig mensen hiermee zijn gekomen op de Nederlandse tv. Nu, hoe kunnen we verklaren dat alles wat hier fout gaat, welk argument kunnen we hier tegen inbrengen om te begrijpen hoe enerzijds Israël zo erg uiteen kan zetten of durft te zetten dat ze misschien wel goed handelen, en dat we toch anderzijds al die beelden zien. Hoe kunnen we dat begrijpen naast elkaar? Dus enerzijds alle verklaringen van Israël en anderzijds al die verschrikkelijke beelden die we zien. En ik heb daar iets voor waarvan ik heel goed kan onderbouwen waarom dat zo is, maar waarover ik me verbaas dat veel mensen daar nog niet aan hebben gedacht. Hier komt ie. Wat kunnen we zeggen wanneer Israël weer met allemaal dit soort verklaringen komt over waarom het mis zou zijn gegaan of waarom we ze nog steeds zouden moeten steunen? En dit is hem. Israël liegt. Zo simpel is het. Israël liegt. En ik snap niet hoe wij niet begrijpen dat een staat die in staat is om landen te koloniseren, dat een staat die in staat is om mensen te verdrijven uit hun huizen, dat een staat die volgens zoveel organisaties en onafhankelijke onderzoeksorganisaties als apartheidstaat wordt bestempeld, voor een staat die openlijk in zijn eigen verkiezingsprogramma's, openlijk naar zijn eigen mensen een apartheidsretoriek en gewelddadige retoriek naar Palestijnen uit. Hoe kunnen wij niet begrijpen dat zo'n staat gewoon liegt wanneer ze ons aankijken en met hun mooie, lieve gezicht en blauwe ogen ons zeg maar vertellen wat er gemist zou kunnen zijn gegaan. Ze liegen. Net als dat ze jarenlang al liegen. Net als dat ze jarenlang al tegen de Verenigde Naties liegen. Dat ze jarenlang tegen
Amerika liegen en in de pers liegen. En dat kunnen we zien omdat die leugens voortdurend zelfde soort patronen kennen. Al die patronen kunnen we elke keer weer herkennen in wat ze zeggen. Twee daarvan hebben we nu heel vaak gehoord. Eén daarvan zou zijn dat Hamas zich zou verschuilen achter burgers en dat burgers expres niet uit hun huizen zouden vluchten omdat Hamas hun zou dwingen daar te blijven. Tig van verhalen zijn er bekend. Er zijn honderden bewijzen waarbij Palestijnen zelf zeggen: niemand vraagt ons om in onze flats te blijven. We vluchten voor zover we kunnen. Alleen Israël liegt hierover. Hamas heeft die macht niet over de mensen daar. Palestijnen daar zelf proberen te vluchten naar ziekenhuizen. Israël liegt daarover. En ook hier weer, met het verschrikkelijke bombardement op het ziekenhuis, zien we precies weer eenzelfde Israëlische PR-stunt. En deze stunt hebben we een paar jaar geleden al op Daily.nl gepubliceerd, toen ik een artikel schreef over op 23 mei 2022, toen ik een artikel schreef over de door Israël vermoorde journaliste Shirin Abu Akleh, waarin weer dezelfde PR-stunt heel erg duidelijk naar voren kwam. En die stunt zien we hier nu weer. Ze gaan eerst lopen veroordelen. Daarna zaaien ze twijfel over of het misschien wel hun kogel was geweest. Deden ze ook bij Shirin Abu Akleh. En ze gaan daarmee proberen om. En daarna proberen ze om er een onderzoek naar te starten. En daar horen we dan nog wel ooit meer over. Nou, ik heb hier ook in dat artikel bewijzen van allemaal zaken die al jaren openstaan en waar je nooit meer iets over hoort, totdat de mensen het vergeten zijn. En wat ik ook daarin citeer, is een citaat dat ik hier weer wil gaan voorlezen van uit een boek van Joris Luijendijk, waarin hij in 2006 al aanhaalt hoe deze PR-stunt in elkaar zit. Ik ga een stukje voorlezen en jullie kunnen hetzelfde citaat op de website vinden. Dus elke keer wanneer er weer zo'n PR-disaster is voor aan de kant van Israël, zie je hetzelfde patroon weer terugkomen. Direct verklaarde oprechtogende. Hier is het citaat. Direct verklaarden oprechtogende prominente Israëliërs op westerse televisiezenders en opiniepagina's dat ze zich schaamden voor hun land en dat deze smet op de Joodse staat tot op de bodem moest worden uitgezocht. Voorlichters betuigden spijt en benadrukten dat Israël nooit de bedoeling had om onschuldige kinderen, vrouwen of bejaarden te doden. Welk belang kon de Joodse staat daarbij hebben? Vaak wierpen dezelfde voorlichters daarna de vraag op of de slachtoffers wel door Israëlische kogels waren gestorven. Dit werd met uiterste zorgvuldigheid onderzocht, dus dat duurde even. Vervolgens legden dezelfde voorlichters uit hoe onoverzichtelijk veel gevechtssituaties in de betwiste gebieden waren en hoe klein de hoekjes waarin dit soort tragedies school. Terroristen verscholen zich expres in woonwijken in de hoop dat Israël per ongeluk Palestijnse burgers doodde. Dus met alle verontwaardiging speelden we wel het terrorisme in de kaart. Zo proberen de Israëlische regeringen de schade direct te minimaliseren. De bezetting onbesproken laten, afstand nemen van de gebeurtenis, deze isoleren als een uitzondering, twijfel zaaien over de toedracht en de schuldvraag omdraaien. Ik moest het een paar keer zien. En dit is gewoon precies wat ze nu weer doen. En het is schandalig dat we hierin meegaan. Het is schandalig dat we hier aandacht aan geven. En het is schandalig dat we niet gelijk naar buiten zijn gestapt. Als premier, als politici, als media, waarin we zeggen: dit kan echt niet. Dit kan echt niet. En er zijn tientallen redenen om nu al te denken waarom het een flauwekul verhaal is dat het een eigen bom van Hamas zou zijn geweest. Dit is een oorlogsmisdaad en dit kunnen we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Israël liegt hierover, net als dat ze liegen over heel veel zaken in deze verschrikkelijke oorlog. En dit moet stoppen. Dit was mijn boodschap. Tot de volgende keer. Assalamu alaikum.